tijdens het kijken van een goede film waan je je helemaal in de wereld van de hoofdrolspelers. Met een 3D-bril lijkt het allemaal nog echter. Maar wil je helemaal vergeten dat de wereld om je heen nog bestaat, dan is daar nu de D-Box. Met deze speciale bioscoopstoel ontstaat er een extra dimensie. De bioscoopstoel met het ingeschakelde D-Box-systeem reageert op de bewegingen in de film. En zo wordt de kijker helemaal meegesleept in het verhaal. Nou, ik denk dat er zeker animo voor is. We hebben het al geprobeerd in twee steden vanaf november 2010. Dat zijn onze vestigingen in Amersfoort en in Rugewaard. Daar loopt het eigenlijk heel goed. Nu we hier zijn begonnen in Arnhem, hebben we natuurlijk heel veel promotie gedaan voor deze D-Box stoelen. Eigenlijk al vanaf ons 30-jarig bestaan begin april. We hoorden mensen gewoon heel erg enthousiast erover. Beneden in de hal hebben wij ook een kiosk waar ze de D-Box seats kunnen proberen. En mensen zijn eigenlijk heel erg enthousiast. We merken ook dat nu tijdens de nieuwe Pirates film eigenlijk de meeste mensen eerst proberen om een stoel te reserveren in D-Box. En pas daarna voor de reguliere stoelen. Want voor wie is de D-Box niet geschikt? D-Box is niet geschikt voor mensen die zwanger zijn, mensen met bepaalde hartafwijkingen, nek- en rugklachten. Daar is het niet verstandig voor om in D-Box plaats te nemen. Verder is het voor iedereen toegankelijk, boven de 12 jaar. Hoe erg beweegt de stoel? Wat als je net een slokje drinken wil nemen bijvoorbeeld? Sowieso is het goed om te vertellen dat je de stoel op je eigen niveau kunt inschakelen. Je kunt hem zachter zetten, je kunt hem op zijn hart zetten. Maar goed, gelukkig hebben we flesjes, dus dat moet goed gaan. Hebben jullie al veel die boxen staan of beginnen jullie nog met een klein aantal? We beginnen, zoals je misschien hierachter kunt zien, met twee rijen in de zaal. Dat is op dit moment even het begin. Wie weet kunnen we daar groter in worden.